onder de 1,5 of zelfs onder de 2 graden moeten we de opwarming van de aarde houden. Immense opgave. Hoe doe je dat? Nou, daar is de hele beleggingswereld mee bezig. Of nou ja, ze zeggen daar allemaal mee bezig zijn, maar we gaan toch maar even uit dat ze dat ook echt doen. Onze volgende spreker, we hadden eigenlijk 2 sprekers, maar onze volgende spreker gaat in op de verschillen tussen 2 belangrijke klimaat, 2 belangrijke Europese klimaatbenchmarks en de productie daaraan zijn gekoppeld. Welkom Jitse Snowman, BMO Global Asset Management. Je zou eigenlijk met Manuel Aluminio komen, maar ja. Manuel is ziek, begrijp ik. Dus ja, aan jou. Inderdaad. Even kijken, ja, kan ik daar ligt de klikken. Heel goed. Ik geef jou het woord. Mooi. Ja, 2 mededelingen vooraf. Ik zou hier staan met Manuel, mijn ESG-collega. Hij is ESG-strateeg en onze klimaatdeskundige. En ja, ik ben financial manager en investmentstrateeg. Dus ik kijk van het beleggingshoek naar ESG en hij van ESG naar beleggen. We overlappen en we hadden hier graag samen gestaan, maar ik denk dat alle berichtgeving afgelopen week van wetenschappers dat we Parijs eigenlijk niet meer kunnen halen en te veel is geworden. Dat hij nu depressief thuis zit. Ik heb een minuut of 20, loop wel wat uit, maar ja, ik hoorde net al zoveel vragen waar ik graag op aan zou willen haken. Dat de hele presentatie kunnen we bijna achterwege laten. Discussie, rendement, klimaat. Nou, ik zit nu 11 jaar in deze functie en ook aan pensioenbestuurtafels. De laatste 5 jaar hebben we daar bijna niet meer over gehad. Dat is al heel lang gepasseerd station in Nederland. En het gaat veel meer om de investment beliefs. Iedereen wil wel wat met NVB en klimaat, maar wat is de invalshoek? Zijn het de deelnemers? Is het de regelgeving? Is het economisch risico, stranded asset vrees? Of is het meer een stewardship gedachte? Zie je een rol voor een pensioenfonds om de wereld beter te maken? Ook met academische studies en regelgevingen, voorbeelden, helpen we daarbij. Omdat dat heel bepalend is voor de verschillende paden die je vervolgens kan kiezen. En met name dus gaat het om waar Mark van Baal het over had, uitsluiten versus engagement. Ik ga het hebben over EU klimaatbenchmarks. Oh ja, nog een tweede huishoudelijke mededeling. Hier staat nog BMO Global Asset Management. Nou, menigeen zal wel weten en gelezen hebben. Afgelopen jaar zijn we overgenomen door Columbia Threadneedle Investments. Dat is juridisch al een tijd rond, maar binnen een week of anderhalf zal ook de naam vervangen worden. Dus het is de laatste keer dat dit op een congres staat. En dan heet ik netjes Columbia Threadneedle Investment. Goed. Nou, hier kan ik lekker snel zijn. Dit was een sheet van Manuel geweest. Even algemeen, net zero. Ja, BMO 2020. Ook die doelstelling uitgesproken voor 2050 of sneller. We sluiten aan bij het Net Zero Investment Framework. En dit zijn een bouwstenen voor liquide categorieën. Het is top-down, dus je legt een pad vast naar 2050 of eerder met tussentijdse doelen. Bottom-up, alle gefinancierde bedrijven of emissies in je portefeuille, de bedrijven. 70% daarvan moet net zero zijn, aligned of onder engagement vallen. En je moet nog doelstellingen hebben, liefst voor uitsluitingen, met name kolen. En beleggen in oplossingen. Tweede sheet, Manuel. Dubbele materialiteit, net zero. Je reduceert zowel het risico van je beleggingsportefeuille als je draagt bij aan minder klimaatverandering hopelijk. En, de voorgangers hebben het hier al over gehad, engagement. Duidelijk betoog van Mark van Baal. En wij zitten helemaal op hetzelfde spoor. En we geloven dat je met engagement en door aan tafel te blijven veel meer impact hebt op de reële economie dan door uit te sluiten. Goed, dan nu klimaatbenchmarks. Ik heb een vraag van meneer daar eerder van, moet je niet overheden of EU aanspreken? Er gebeurt heel veel. Helemaal, ja, Brussel en wetgeving, dat ver weg, maar afgelopen jaar heb ik toch echt alle documenten eens een keer gelezen. SFDR, taxonomie, het zijn een stuk of 9. En je gaat toch het totaalplaatje zien en je ziet, dus best wel indrukwekkend, want het hangt allemaal samen. Het is een EU Action Plan, 2018, gelanceerd voor financing sustainable growth in Europa. De reële economie moet
klimaatneutraal worden tussen nu en 2050. En al die bouwstenen hangen weer samen. Dus het is echt een olietanker die langzaam van koers aan het veranderen is. Dus, en dat heeft implicaties. Ik bedoel, dat is ook waarom wij hier met z'n allen congressen hebben en portefeuilles aan het veranderen zijn. Want drie onderdelen die hangen samen. De EU taxonomie, dat is het klassificatiesysteem van wat duurzaam is. Dan heb je de SFDR, de rapportageplicht op duurzaamheidsgebied. En regelgeving voor klimaatbenchmarks. Twee methodologieën, Climate Transition Benchmarks en Paris Aligned Benchmarks. Waarom is dat ingevoerd? Nou, het werd al genoemd net, greenwashing. Dat wil de EU daarmee voorkomen. Je moet echt aan wat dingen voldoen, anders mag je niet zo noemen. En om echt reële impact te hebben. Het is meer dan een uitsluiting, een trucje, deze benchmark methodologieën. Het zijn er twee, maar beide zijn ze gericht op een traject naar nul CO2-uitstoot in 2050. Maar met verschillende snelheden, komen we zo op. Verder zijn er uitsluitingen ten aanzien van gedrag en producten. Dus EU-schenders op basis van OESO en VN-richtlijnen zitten niet in. En taxonomie-schenders niet. En ook tabak en controversiële wapens worden uitgesloten. Belangrijk verschil is dat de Paris-aligned benchmark niet alleen een snellere reductie bij de start heeft al, maar ook fossiele energie uitsluit. En de CTB heeft hier bewust nog in zitten. En dat is niet omdat het minder ambitieus is, maar bewust omdat de EU erkent. Er zijn meerdere beleggers met verschillende beliefs. En er zijn beleggers die ook meer waarde hechten aan engagement om impact te bewerkstelligen. En bewust daarvoor is ook die CTB-groep gelanceerd. Zodat je nog aan tafel kan zitten. Nou, het is allemaal gebaseerd op wetenschap en de laatste IPCC-scenario's. En dat zal ook eens per de drie jaar worden herijkt. We hebben eind vorig jaar, Manuel en ik, en nog Hans Vertuin, collega, paper over geschreven, is na te lezen. Ik heb veel kleine lettertjes hier, maar dit zijn de normen. Links is CTB, rechts is PEB. De een reduceert 30% CO2 bij de start en de ander 50%. En dan allebei 7% jaar in jaar uit verdere reductie, tot je uiteindelijk nul bereikt in 2050. Zoals gezegd, controversiële wapens, tabak en EU-schenders eruit. En in het geval van PEB worden ook fossiele energiebedrijven, dus kolen, gas en ook elektriciteit, met bepaalde voorwaarden worden uitgesloten. Ja, wat nog meer? Dus het is een beetje uitsluiten, maar het is ook engagement in het geval van CTB. Het is ook beleggen in oplossingen, want er zijn nog een minimum normen. En in het geval van PEB mag er ook gestreefd worden naar 4 keer zoveel groene ten opzichte van bruine bedrijven, ten opzichte van normale indices. En nog, het is niet puur uitsluiten, want er zit nog een subregel onder. Dat er zijn 7 high climate impact sectoren benoemd. Transport, energie, mijnbedrijven en nog een aantal. In totaliteit mag je die niet onderwegen ten opzichte van de normale index. Dus je kan ze niet allemaal uitsluiten. Binnen dat groepje moet je over en onderwegen en keuzes maken. Dus ook de PEB zit gemiddeld nog wel aan tafel bij die 7 high impact sectoren. Goed. Stel je wil dit, CTB of PEB, ja, ga dan maar kiezen. Dus veel keus. Dit is een plaatje hebben we eind vorig jaar gemaakt. Iets van 5 index providers hebben al dit soort benchmark indices gemaakt. Hebben trouwens alleen betrekking op beursgenoteerde beleggingsinstrumenten gekoppeld aan bedrijven. Dus voor privaat is dit er niet en ook niet voor overheidsgerelateerde beleggingscategorieën. Nou, met name aandelen en een paar voor bedrijfsobligaties in high yield. Maar goed, dit is van eind 2001, eind vorig jaar. En er zijn er echt alweer bijgekomen. Nieuwe index providers, ook wat meer dingen al voor vastrenten. Dus het gaat echt heel hard. Dus daarom, het kiezen van zo'n index is een hele actieve keuze. Omdat ja, er is echt al een oerwoud aan het ontstaan van indices. Hoe kies je? Nou ja, daar helpen partijen bij. Vermogensbeheerders, fiduciair managers, multimanagement. En ook omdat al die indices onder de motorkap best wel verschillen vertonen.
Dit is een voorbeeld. Paris Aligned. De grijze balk zijn gewoon de EU-normen. En die drie kolommen daarnaast, dat zijn voorbeelden. Twee van MSCI. Die voert twee families, om het nog onduidelijker te maken. Ze hebben de overlay, dat is de meest cleane. Die doet precies wat de normen zijn, verder niks. Dan hebben ze die middelste, dan noemen ze de Paris Aligned, voluit geschreven. Dat is een vlaggenschip. Daar zitten al allemaal actieve toeters en bellen aan. En dan heb je Fuji, voorbeeld van Paris Aligned. Nou, wat je ziet, ja, allemaal bij de start 50% reductie. Alleen Fuji heeft bijvoorbeeld nog als extra doel 50% reductie ook voor reserves in de grond. De actieve variant van MSCI heeft nog als doel allemaal climate VARs en risicomaatstaven. Ja, die moeten ook gereduceerd worden. En die reduceert 10% per jaar vervolgens. Daar waar de kale versie van MSCI 7% reduceert. Dus heel onder de motorkap moet je echt je huiswerk doen voordat je daadwerkelijk een index kan kiezen. Scope 2 en 3 al volledig ingevoerd bij MSCI. Fuji gefaseerd. In lijn met de EU trouwens. Wat kan ik nog meer noemen? Nou, hier bijvoorbeeld. Deze variant streeft naar 4 keer hogere groen-bruin ratio in de portefeuille ten opzichte van de normale index. En de meest uitgebreide varianten van Fuji en MSCI. Beide over- en onderwegen ze bedrijven ook nog op klimaattransitiescore. Met hun eigen bronnen weer. Dus er zit heel veel onder de motorkap. Daar moet je op letten. Van, ja, sommige beleggers vinden misschien die extra toeters en bellen interessant. Je hebt ook partijen die willen gewoon een kale index en daarbovenop nog een eigen ESG-beleid. Wat speelt nog meer mee? Kosten, zeker voor Nederlandse beleggers. Nou, we hebben uitvraag gedaan, ja, er zitten verschillen in kosten. Consistentie. Ja, ik zit zelf bij een partij aan tafel die wil dit soort indices uitrollen over meerdere beleggingscategorieën tegelijk. He, dus dan wil je ook graag een index provider die die categorieën allemaal afdekt, zodat je een beetje consistent beleid kan uitvoeren. Anders heb je met verschillende methodologiedocumenten te maken. En ja, ook praktische dingen als het pensioenfonds krijgen ESG-rapportages. Ja, welke voeding zit erachter? Is het MSCI, Sustainalytics, welke data? En dan is het ook handig om je index daarop aan te laten sluiten. Anders krijg je inconsistenties en rare red flags in je rapportages. Dus dat zijn allemaal aspecten die meespelen echt in de praktijk bij het kiezen van een index. Nou, dan hebben we een leespaper. Op drie perspectieven die indices vergeleken. Hoe zijn ze samengesteld, hoe hebben ze gerendeerd en wat is het ESG-profiel? Samenstelling, nou, ze zijn allemaal iets geconcentreerder dan de normale. We hebben ze vergeleken, de MSCI World, dus de marktgewogen ontwikkelde marktaandex-index. En dan 4 klimaatvarianten van MSCI. Nou, ze zijn allemaal wat geconcentreerder. Marktcap percentages van 95 tot zelfs 73%. Van, in ieder geval van PIB. Verschillende wegingsmethodes, optimalisatie meestal, maar soms tilting. Sectorverdeling. Nou, allemaal zijn ze onderwogen in energie, materialen en utilities. Maar tegelijkertijd ook overwogen weer in transport en real estate. Want ja, per saldo moet je gelijk belegd zijn in die high impact sectoren. En de meeste zijn overwogen in IT. En dat is ook wat je terugziet in de rendementsrisico-analyse. Een dikke disclaimer, die indices zijn pas gelanceerd, echt live sinds eind 2020, meeste 2021. En de data die je ziet is allemaal backtest data vanaf 2010 of 2013. Dus disclaimer, backtest. Maar ze hebben het allemaal beter gedaan dan een marktgewogen index. En dat is ook logisch, want ze zitten onderwogen energie gemiddeld, overwogen IT. Ze hebben een bias naar groeifactor. Ze zijn wat duurder qua PI. En dat zijn allemaal aspecten die het juist heel goed hebben gedaan de afgelopen 10 jaar. En nu met oorlog in Oekraïne zie je even een tegengestelde beweging. En ja, want de oude energiebedrijven deden het goed en IT juist niet. Ja, ze zijn wat hoger gewaardeerd. Risico, ja, tracking errors valt mee.
0,3 tot 1,2. Nou, dat zit wel in de regio wat DNB als passief zou bestempelen. Plus een tracking error versus een marktgewogen index is waarschijnlijk niet relevant meer in de toekomst. Want ja, die grijze indices, dat zal uit het blikveld verdwijnen. En jouw benchmark wordt gewoon een klimaatbenchmark waartegen je klimaatbeleid gaat vergelijken. Dus het gaat er meer om volatiliteit. En die was in al deze gevallen ongeveer gelijk aan de klassieke index. Dus geen probleem daar. Nou, tot slot inkoppertje, het ESG-profiel. Ja, evident, hè? By design. Ze zijn ontworpen om het beter te doen. Nou ja, lees de paper, maar op CO2-emissies stukken lager. CO2 in de grond stukken lager. 0% exposure naar alle schenders en tabak en dat soort zaken. By design. Interessanter is dit. Linker plaatje, en ik focus alleen even op de donkerblauwe balken. Dat is de implied temperature rise per benchmark. En de meest linker is dan de klassieke marktgewogen MSCI World Index. En die daarnaast zijn dus die klimaatvarianten. En ja, die portefeuilles komen inderdaad overeen met een lagere stijging van de temperatuur komende decennia dan marktgewogen. Maar ja, rond de 2 graden, hè, nog steeds niet op Parijs, 1,5. Plaatje rechts, voor de liefhebbers, dat zijn de climate VARs. Dat zijn risicomaatstaven die MSCI heeft ontwikkeld voor ja, wat nou kan het verlies zijn dat optreedt indien bepaalde temperatuurstijgingen zich voordoen. Nou ja, hoe lager die stijging, hoe meer transitie en verandering er plaats gaat vinden in de wereld, willen we daarop komen, hoe groter de impact. Allemaal negatief, maar minder negatief in het geval van die klimaatindices. En wat met name opvalt is dat die Paris-aligned variant van MSCI ja, bijna nul impact. En dat was ook een additionele randvoorwaarde van MSCI. He, climate VAR van nul, dus je bent beter beschermd tegen een transitiescenario. Ja, tuurlijk, ga je gang. Sorry? Ja, nee, zeker. Nee, dat noemde ik net, maar er zit ook heel veel informatie in één soort plaatje. Dat komt juist, 3 graden. 4 is trouwens business as usual volgens MSCI, als we niks doen. Dus als we lekker doorgaan, dan zit je op 4. Dus wil je op 1,5 komen, betekent of enorme beleidswijziging. Overheid die gewoon zegt CO2 is verboden of enorme carbon tax. Nou, dat zal natuurlijk enorme impact hebben op economie en markten. Of technologische doorbraak. Zonne-energie, auto's, gratis, zoiets. Wat wil zeggen, Shell is in één keer failliet. Ja, het zijn links of rechtsom, die transitiepaden zijn allemaal paden met heel veel financiële impact. En daarom grote negatieve uitslagen. Met als vreemde eend en die bijt die rechterindex, maar ja, die heeft dat als optimalisatiedoelstelling meegekregen. En die gooit ook heel veel bedrijven eruit, dus die zitten op de helft van de namen van de normale index. Oh ja, kijk, hier is het gewoon, als je belegt in die portefeuille zal de aarde 2,2 graden opwarmen. En daar is het, als je in die portefeuille belegt en een bepaald temperatuurscenario doet zich voor, is dat je verlies gemiddeld. Er zitten ook winsten achter, maar dit is het netto verhaal. Ja, dit heeft Manen wel gedaan. Ik moet heel veel klikken. Ja. Bam, 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 bam. Oh, oké. Okay. We krijgen ervan. We doen wel een debriefing nog vanmiddag. Voor- en nadelen. Die laatste vraag hebben we behandeld. Het is al duidelijk van de hoofdvraag is, doe je een normale index of een klimaatindex? Die staat hier uitgewerkt. Er zijn heel wat goede argumenten om een klimaatbenchmark te gebruiken. Allereerst, kijk, als je die documenten bekijkt, ze hebben methodologiedocumenten, gewoon 2 woorden in Google gooien en pas, je hebt ze, dat is heel transparant. Ze zijn allemaal tientallen pagina's per index. Als je het zelf gaat doen, dus met de marktgewogen in, dan moet je dus beleid opstellen van die omvang. Dat komt best wel bij wat bekijken. Dus daar haalt je veel governance uit handen. En
ja, die indices zijn automatisch ja, in lijn met Parijs, hè, het klimaatgebied, maar ook met OESO en VN. En dat sluit ook mooi aan bij het Nederlandse beleggingsperspectief, want veel pensioenfondsen die INVB hebben ondertekend, ja, INVB stuurt ook op OESO en VN. Dus ja, dat is allemaal mooi en je hebt automatisch een decarbonisatietraject, et cetera. Ja, en je hebt twee smaken, CTB en PEB, dus het biedt ook nog ruimte voor het hebben van verschillende investment beliefs. Nou, perfect is het ook weer niet natuurlijk. Wat zouden de nadelen zijn? Nou, het is misschien geen maatwerk voor bepaalde pensioenfondsen. Als je een heel specifiek beleid hebt, dan moet je misschien toch eigen mandaat ontwikkelen en dat versus een reguliere index doen. Ja, de data, al die toekomstgerichte carbonpaden, natuurlijk veel art en science. Maar dat geldt ja, voor het hele klimaatbeleggingsveld, niet alleen voor dit soort indices. Terugkijkend, mooie rendementen, maar ja, bijna allemaal backtestperiode en nu ongeveer een jaar pas live. En ja, het mag duidelijk zijn, het kiezen van zo'n index is echt een hele actieve keuze met veel huiswerk onder de motorkap. Dus dat, wat zien wij in praktijk? We zijn nu eigenlijk sinds eind vorig jaar met meerdere pensioenfondsen aan het praten, die ja, klimaatambities hebben en ook een routekaart willen uitstippelen. Nou, met drie partijen hebben we één fonds, zelf aan tafel, die hebben gekozen voor een klimaatbenchmark, CTB, want het is geloof en engagement. En dat hier een discretion beheer, ja, wordt dat passief dan gerepliceerd. Andere kant van het spectrum hebben we een partij die toch marktgewogen in die zes blijft hanteren, maar een heel eigen, ja, uitgebreid ESG-beleid heeft ontwikkeld. En dat meegeeft aan een discretionaire manager die dat via optimalisatie versus een normale index mag beleggen. En ertussenin hebben we een partij die heeft gekozen voor een klimaatbenchmark, maar daarbovenop nog als doelstelling heeft dat de sociale score 25% beter moet zijn dan die index. Nou, dat kan je ook meegeven aan zo'n discretionair beheerder. Hè, om via optimalisatie dat tegen die benchmark aan te beleggen. Dus ja, meerdere smaken zijn uiteindelijk mogelijk. Dus dat nog even als laatste praktisch inzicht, want dat was ook de bedoeling van dit verhaal. En niet alleen maar theorie. Dankjewel, Jitsis. Ik kijk nog even of er vragen zijn in de zaal over dit onderwerp. Hadden we al een vraag natuurlijk. Ik was zelf wel... Oh, daar achterin nog een vraag. Dankjewel voor de presentatie. Ik heb een vraagje over eigenlijk Columbia Threadneedle, als natuurlijk Amerikaanse partij nu ook, hè. Hoe kijken jullie aan naar de ontwikkelingen in zeg maar, de zuidelijke staten in Amerika? Texas bijvoorbeeld, die tegen vermogensbeheerders zegt, als jij gaat uitsluiten, dan kom je niet meer in aanmerking voor opdrachten van ons. Het lijkt mij best een complexe situatie voor Amerikaanse vermogensbeheerders. Is dat, heb je daar een viewpoint op? Nou, we hebben totaal niet mee te maken in die zin. We zijn nu aan het integreren, maar ze hebben ons voor een aantal redenen overgenomen. Fiduciair, wat ze zelf nog niet hebben. Of hadden, nu wel. ESG. Ja, dus dat gaan ze juist volle bak aanzetten. En eigenlijk overlapt het een beetje, want zij meer vermogensbeheerder die veel ESG-kennis heeft en activiteiten, maar intern gericht, hè, op het portefeuillebeheer. Terwijl als BMO ja, veel meer extern voor klanten dienstverlening op dat vlak aanbieden. Engagement en voting service en ga zo maar door. En dat, ja, dat overlapt, maar ja, wat je noemt herken ik niet, maar... Nou ja, kijk, engagement, het staat hier, ja, nee, prima, maar dit is echt een van de speerpunten qua investment beliefs. Ja. Ja, nou oké, okay, het gaat om de klant. Kijk, vanuit financieel perspectief, een klant bepaalt. Hè? Wij adviseren, wij schetsen verschillende mogelijkheden, we geven genoeg munitie voor het besluitvormingsproces. Dan wordt een besluit genomen aan de pensioentafel en dan voeren wij het vervolgens weer uit, zo is het ook. De PAB-strategieën, ja, zullen dus niet in de zuidelijke staten verkocht worden, ja, lijkt
Maar uiteindelijk zo'n commitment, hè, net zoals ik zei, WMO in 2020 heeft ook met input ook wat is het, Net Zero Asset Manager Initiative ondertekend. En het Columbia Threadneedle zet dat commitment voort. En dat betekent dat voor 2050 of eerder je alle assets under management net zero wil hebben. Dus ja, laat dat mijn antwoord zijn. Goed. Ja. Ik denk dat we daar... Dat is nog één vraag dan. We doen nog één vraag en dan gaan we naar de, naar de pauze. Sorry om het... Nou, hartstikke interessant. Ik wil dus heel graag nog een vraag stellen. Twee slides terug, dan keken we eigenlijk naar die opwarmingsscenario's. Ja. En dan dacht ik te zien, maar ik neem nu het risico dat ik het helemaal niet begrepen blijkt te hebben. Dacht ik te zien dat het, zeg maar, het meest progressieve benchmark, helemaal aan de rechterkant, ja, dat die eigenlijk het beste uit de wedstrijd komt bij 1,5 graden of warmer, toch? Als we helemaal aan de rechterkant kijken, wat volgens mij... Ja, sowieso in alle klimaatpaden is de schade minder. Maar juist bij 1,5 graden, bij weinig opwarming, ja. Ja, dat scoort hij het beste. Ja, precies. Maar hoe dan ook, ja, scoort die rechterkant veel beter dan al die andere paden, toch? Ja. Ja, die Paris Aligned Index, dat ze met de meeste toeters en bellen, ja, die kent die ook... de minste negatieve uitslagen in alle gevallen. En die eigenlijk het meest streng is. Ja. 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 Maar dan, dit is eigenlijk toch te mooi om waar te zijn, dat als je dus heel erg verantwoord belegt en heel streng, heel erg het klimaat probeert te redden, zou ik maar zeggen, dat je dan ook financieel het beste uit de wedstrijd komt? Ja, nee, de meest verregaand MVB sluit dus het minste verlies niet uit in die zin. Dus dat is toch goed in, ja, die zin. Ja. Wat hier niet in zit is natuurlijk die CTB-varianten. Ja, daar zal meer engagement plaatsvinden. Ja. Maar ze dus een ik denk niet dat MSCI heeft gerekend. Ja, waarom doen we nog ingewikkeld? We willen eigenlijk geen klimaatverandering. We willen goede rendementen. Dan moeten we aan de rechterkant blijven zitten, toch? Ja, maar dan heb je ook nog de investment beliefs. En als jij denkt, de wereld gaat meer veranderen als ik voor die route kiest dan die, dan is dat ook een aspect mee kan nemen. Oké. Okay. Goed. Nou, fijn dat het zo uitvalt. Ja. Nogmaals, dankjewel, Jits. Ja,